Mankracht signaleert de nieuwste mode. De mode van vandaag is kleur, kleur, kleur. Maar op die leuke kleuren komen ook moeilijke vlekken. En als u voor de bonte was een kookwasmiddel gebruikt, dan bleken die vlekken wel weg. Maar de kleuren ook. Daarom heeft Bondkracht geen bleekmiddel, maar in plaats daarvan biologische waskracht. Kijk wat er gebeurt. Bondkracht bleekt die vlek niet weg, Bondkracht weekt die vlek weg. Net als een inweekmiddel, terwijl u wast. Alsjeblieft, helemaal schoon dankzij de biologische krachtformule van Bondkracht. Biologisch Bondkracht van Sunlight, reinigt met kracht, spaart de kleuren. Ferguson, Ferguson, hey, wat is dat? Ferguson! Ferguson, mate, televisions, radios, tape recorders. Ik heb met die dingen zo niet kunnen maken, Ferguson! It's top class, sir, top quality. Nee, ik zit op kwaliteit, de huis weg, fort, fort, weg, 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 au, au, au. Oké, drijf maar. Die Engelsen denken dat ze allemaal beter kennen. Die Engelsen, ze kennen niet eens geen schrijven, die Engelsen. Dag allemaal, een avondje AVRO, dus kom op verhaal. Een avondje AVRO voor iedereen wat. En dat is vanavond. Nee, dames en heren, niet de Hammond Brothers. Dit is een scène uit de Mountie Show die we direct voor u gaan doen. Daarin gaat Piet... Vertel dat nou niet! Laat die mensen zelf kijken! Ja, ja, sorry eigenlijk, ging te ver, sorry. Ja, ik zou zeggen, dames en heren, kijkt u zelf maar. We komen direct. Na de Mounties zie ik u bij de Brothers. Tot strachen. En in Televisie Magazine vanavond om 21:15 de volgende 5 onderwerpen. Generaal Franco ligt opgebaard in zijn paleis. Morgen wordt Juan Carlos koning van Spanje. Jan Scholtens bericht ons uit Madrid. Een opzienbarende vinding maakt het mogelijk naar keuze jongetjes of meisjes te verwekken. Ondanks de grote werkloosheid schreeuwt de zeevaart in ons land om werkkrachten. En die zeevaart biedt een zee van mogelijkheden. Vanavond een laatste overleg van kabinet, werknemers en werkgevers over lonen en prijzen in het komende jaar. Straks commentaar van E. Pierenboom. En tenslotte het resultaat van een belangrijk Zweeds onderzoek. Aan de hand van een bloedproef kan worden aangetoond wie aanleg heeft om longkanker te krijgen. Televisie Magazine in het AVRO-programma straks om 21:15. In AVRO Sportpanorama 5x voetbal en 1x motorsport. Voetbal met het Nederlands elftal onder leiding van Josh Knobel op weg naar Rome. Met Barry Hulshoff weer op weg naar herstel. Met Barry Hoeks op de weg terug naar de eredivisie. En met onze rubriek het doelpunt van de maand en natuurlijk de FC Knudden. Motorsport tenslotte met een filmimpressie over een trial. AVRO Sportpanorama vanavond om 11:05. Een avondje AVRO. En let goed op, het is alweer tijd. Blijft u zitten waar u zit en kijk wat hier gebeurt. Op de vloer is iedereen al klaar. Spons en camera's, u ziet ze daar. De Mountie Show, vanaf nu. In de opening van onze show staat een ballet. Een swingend ballet. Daarmee wordt meteen op paard een tempo ingezet. Zonder toys erbij. Uit de heuvel omhoog, omlaag, naar links, naar rechts, naar voor, opzij. Maak de bloemen vrij. Of de boys erbij. Uit de heuvel omhoog, omlaag, naar links, naar rechts, naar voor, opzij. Bij de opening van deze
show staat een ballet, een swingend ballet. Alle tanden kun je daarmee uit, dat zag u net. Maar alleen bij dansen blijft het niet, want de sterren zijn René en Piet. Dames en heren, de Monty's! Dames en heren, goedenavond, weer hartelijk welkom bij onze show. En ik geloof dat weer een geweldig publiek hier ook in de studio aanwezig is vanavond. Dacht je niet, Piet? Ja, werkelijk. Want met een publiek in de studio, dat is voor ons ook een goede stimulans om te werken. Dacht je niet? Dat is er wat, Piet? Nee, maar heb ik soms iets verkeerds gezegd? Nee, maar oh, jij hebt geen zin om te werken. Ja, maar wat is er dan, jongen? Waarom zeg je dan niks? Wat is dat? Ik ben mijn stem kwijt. Ja. Je bent wat? Ik zeg net, ik ben mijn stem kwijt. Hij is zijn stem kwijt. Sinds wanneer ben jij je stem dan kwijt? Wat zeg je? Ik zeg, sinds wanneer ben jij je stem kwijt? Sinds vanmorgen. Sinds vanmorgen? En ben je naar een dokter geweest? Ik ben vanmorgen meteen naar de dokter gegaan. Oh, fijn, hè? En wat zei hij? Nou, luister zelf maar. Binnen. Goedemorgen, dokter. Goedemorgen. Wat zijn uw klachten? Ik geloof dat ik mijn stem kwijtraak, dokter. Ah, doet u uw mond eens open. Ja, weinig, ja. En dokter? Ja, u heeft een stembandenontsteking. Dan zet uw stem op een bandje om zodoende uw eigen stem te sparen. Ja, dat zal ik doen, dokter. Dank u wel. Dag, dokter. Goedemorgen. Natuurlijk. Ja, sorry hoor. Ik bedoel, omdat je altijd zo dol was, ik even... Begrijp je? Ik twijfel aan de waarheid. Maar je bent echt de stem kwijt. Nou ja, vervelend, maar ook vervelend voor de show. Ik bedoel, wat moeten we nou doen, hè? Dat is verschrikkelijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat jij een oplossing weet. Ja, ik moet altijd oplossingen verzorgen. Nou ja, die weet ik ook wel. Ik weet de oplossing ook wel. Kijk eens, jongen, ik zal collegiaal zijn. Ik zal met je meedoen. Wat? Heb je ook een mandrigorder? Dat zie je toch? Ik heb overal op gerekend. Ja. Dames en heren, ik vind eigenlijk dat mijn collega dit weer zeer handig heeft opgelost. En ik vraag u ook een groot applaus voor René van Voren. Dank u wel. Natuurlijk, dat is genoeg. Dank u wel. Dames en heren, we nemen u even mee aan boord van een luxueus passagiersschip. Ja, hey, dan mogen die mensen wel niet aan dek gaan zitten. Anders hebben ze ook kans dat ze hun stem kwijtraken. Hier zijn we dan, juffrouw... Van der Valk. Juffrouw Louise van der Valk, ja. Ah, aangenaam. Zo, is dit uw eerste grote bootreis? Ja. Nou, ja. Ik heb wel eens een klein bootje op de kermis gezeten in de liefdestunnel, maar dit is wel heel iets anders, hè? Nou, het hoeft niet anders te zijn, natuurlijk. Nee, ik had nooit zo'n persoonlijke ontvangst verwacht van de kapitein van het schip. Nee. Nou, dat zal ik u uitleggen. Kijk, aan boord van het schip is tegenwoordig ook alles geautomatiseerd, natuurlijk. Hè? En mijn taak als kapitein is erop toe te zien dat de gasten zich prettig voelen en zo. Zeg, kan ik u dienen met een oorlammer? Oh, nee, dank u wel. Nee. Echt niet? Nee, hoor. Oh, dat is uw sans aan boord. Zo, ik drink even op uw gezondheid. Ja. Proost. Zo, kan ik direct even de steward langs sturen voor de bestelling? Nou, ik wacht even op mijn moeder en dan bestellen we wel iets. Oh, dat is uitstekend. Dan zie ik u straks wel. Uitstekend. Oh, tussen haakjes, juffrouw van der Valk. Mag ik u misschien uitnodigen voor het diner vanavond aan de captain's table? Oh, wat een eer. Heel graag. Het genoegen is geheel aan mijn kant. Ik wens u nog een prettige voortzetting van deze reis. Dank u. Wat doet u daar? Bent u een verstekeling? Nou, ik sta niet officieel op de passagierslijst. Maar ik verhuis me toch niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Komt er iemand aan? Nee, ik geloof het niet. Dan kom ik er even uit, nog een keer. Hé,
bij de benen zijn. Eindelijk een beetje frisse lucht. Had u geen geld genoeg om officieel een kaartje te kopen? Nee, we zitten helemaal zonder geld. We? Bent u dan niet alleen? Nee. Nee, dit is namelijk zo. Ik ben namelijk de manager van een zanggroep. Allemaal broers en zusters. Wat interessant. Ja, en we hadden geen geld om de overtocht te maken. Dat was namelijk zo. We hebben een contract gehad in Engeland. Oh. En op het laatste moment heeft die manager vergeten de tickets op te sturen. En we hebben zelf geen ene cent, dus ik denk, we doen het zo. Oh, en zitten al die anderen in die reddingsboot? Ja, hoor maar. Hey, hello, where do we go? Hey, hello, where do we go? Ja, zo genoeg, jongens. Oké. Okay. Maar dat moet ontzettend benauwd zijn met z'n allen in dat ene kleine bootje. Ja, we zitten er met z'n zeven in. En alle instrumenten, alle gitaren en versterkers. En hebben jullie proviant meegenomen? Dat is het punt. We rammelen van de honger. Oh, nou, misschien kan ik wel wat doen. Oh, als u wilt. Even kijken. Oh, daar komt iemand aan. Oh, kan hem hier. Ja, doet u maar op. Ah, ik zie dat uw moeder ook al gearriveerd is. Ja, maar ze doet even een middagslaapje. Ja. Een middagslaapje. Nou, dan zullen we wel even wachten met de bestelling, dacht u niet? Nou, ik wil liever nou bestellen, hoor. Oh, nou ja, nu de bestelling. Nou, dan neem ik dat wel even voor de steward op. Ja, Wat mag het voor u zijn? Één hamburger graag. En moeder? Nou, gaan wij er ook maar zeven. Hoor ik het goed? Zeven hamburgers? Ja, moeder heeft altijd ontzettend honger. Oh, ja, ja. Nou, dat moet wel. Zeven hamburgers. Prachtig. Nou, het is gelukkig goed weer om een hapje aan dek te eten. Hè? Laten we het afkloppen dat het de hele reis zo goed blijft. Hè? Ja, want als het wil... Hey, hello, where do we go? Hey, hello, where do we go? Zeg, wat is dat? Ja, zo is genoeg, jongens. Ik heb mijn transistorradiootje daarin laten vallen. Dat is het, ja. Een transistorradiootje. En dit is uw moeder? Ja. Juist, ja. Hapla! Nou ja. Ja. Nou, het is namelijk zo, agent. Kapitein als... Kapitein bedoel ik, ja, ja. Het is namelijk zo, ik ben de vader. De vader? Ja, maar ze haalt ons steeds door elkaar heen. Ja, ja. Mag ik iets zeggen? Nou, liever niet. Jij bent een verstekeling. Deze vraag is goed, Bandor. Ja. Gaat u door voor de 1000 gulden? Nou, geen smoesjes, ja, hè? Leg me precies uit wat hier aan de hand is. Nou, ik zal maar zeggen, kapitein. Ja. Wij hadden geen geld om de overtocht te maken. Wij? Ja. Zijn er dan nog meer verstekelingen? Oh, een hele reddingsloep vol. Ja, jongens, kom er maar uit. Reddingsloep vol? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Maar wie zijn dat? De family.